Surinamers hebben geen gewoonte om zich massaal aan te sluiten bij protesten, maar het aantal mensen blijft groeien. Dit was het commentaar van Ronald Hooghaart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, vandaag tegenover journalisten tijdens de protesten tegen het beleid van de regering. De CLO-voorzitter merkt op dat het zoetjes aan een protest zal worden om de regering een duidelijk signaal te geven. En als aan het komt beginnen, want dat protest, de mensen voelen het aan hun lichaam, aan hun kinderen, aan hun voeding, aan alles. Begrijp je? En Surinamers hebben de gewoonte schotvoetend erbij te komen. Ja. Bepaalde mensen hebben online gereageerd, de man dat NDP Sikki even laatst en Ushuan Chinsani. Wat is er vandaag gebeurd? Hebben de mensen niet gemobiliseerd? Kijk, wij zijn democraten. We laten de mensen vrij om te bepalen wanneer ze komen. En natuurlijk is er een uur en daarom staan we nog steeds hier om te kijken. Want ik heb begrepen dat er bussen onderweg zijn. We staan te kijken en wachten om te zien welke richting we verder op gaan. Hooghaart stelt verder dat hij nog steeds klachten krijgt van ambtenaren die worden bedreigd op ministeries. Hij vraagt zich af waarom mensen bang gemaakt worden om te protesteren tegen het beleid en belemmerd worden in het uiten van hun vrije mening. NDP-parlementariër Ashwin Adin zegt dat zijn politieke organisatie nu bezig is een aanloop te nemen om ook te protesteren tegen het beleid. We hebben gezegd dat NDP we nemen aanloop, dus we hebben een week of 10 dagen nodig. Dus wij zijn met onze planning op de achtergrond bezig. Tot dat moment waar onze mensen zijn, dan ondersteunen we de vakbeweging. Dus de komende dagen, als de vakbeweging al loopt, ondersteunen we. Maar we zijn ons eigen programma aan het maken om landelijk, we zeggen volledig, te mobiliseren. Ja, de voorzitter heeft toch al opgeroepen een nationale dialoog, zoveel keren. Pas als die druk te hoog wordt op de president en mensen staken daar voor de deur dat ze tegen de nationale dialoog doen. Ik wil praten om de mensen uit te leggen van de competenties zijn er niet in hun team. Hoe ga je dat opvangen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je minder fouten maakt? Adin zegt verder dat de regering nu moet verantwoorden waarom die zegt dat er geldtekorten zijn op maandbasis. Hij merkt op dat elke regering die na de huidige volgt het beter zal doen, omdat de aanpak van de huidige beleidsmaker niet transparant is. De politicus benadrukt dat de regeerders ook geen rancune moeten toepassen, maar moeten luisteren naar het volk omdat die niet zomaar de straat op willen gaan.